Hooligan, vous savez. Football hooligan, football hooligan. Dag mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ja, na zaterdag was ik er echt even klaar mee dat we weer verloren hadden. Nou ja, weet je, als je dan zo'n slecht elftal hebt en je verliest, dan snap je nog wel. Maar we hebben ook nog gewoon een goed elftal en veel kansen missen, lat en noem maar op. Ja, veel pech eigenlijk, doe je niks aan. We hebben nog 5 of 6 boys? 6. Nee, nog 6 wedstrijden te gaan. Zaterdag spelen we tegen Emmen, die staan 11e met 1 punt meer. Nou ja, als het moet gebeuren, moet het zaterdag gebeuren. En ik denk als we daar verliezen, dat het nog wel heel moeilijk wordt, of niet jongens? Dan is het een heel lastig verhaal. Maar goed, vandaag weer positief beginnen aan de training. Ik was er echt zaterdag, zondag helemaal klaar mee. Maar we gaan heel even over de wedstrijd praten van afgelopen zaterdag en dan gaan we het veld op. Tjoo. Ja, en Lucas, wat heb je opgehaald? Mijn shirtje. En wat staat er op dat shirtje dan? Handtekeningen en gewoon een basisshirtje. En van wie zijn die handtekeningen? Soufiane Ediani en van QC. Ja? En van Yusufi. Youstube ook nog? Ja, oei, ja, Youstube. Ben je er blij mee? Ja, ik wacht blij. Nog, gefeliciteerd jongen. Wat zeggen we dan? Tjoo. Tjoo. Die gaat mis. Ja ja. Lekker hoor. Gewoon even buitenkantje vanaf de achterlijn. Ik fix dat. Ik fix dat. Nou, we gaan nu even partij doen, net positiespel gedaan. En kijk wie in één keer heel stoer aankomt lopen, zo met zijn shirtje laat zien aan Jarno. Hij heeft zijn shirtje aan, wat hij een paar maanden geleden heeft gewonnen. Sultana. Kalm aan, boys. Training afgelopen, even latje tik doen. Ja, wie begint? Stijn? Kom maar, jongen. Nou, zal ik nummer 2? Ik word echt moe van die pubers, jongen. Echt ongelooflijk. Gewoon te lui om een bal te halen. Zo niet meer te geloven dit. En een grote mond, hè. Echt niet te geloven. Maar ja. Zolang we zaterdag winnen, vind ik alles goed. Lekker hoor! Maar vertel eens jongens, jullie hadden wat te vertellen over het vlaggen. Jos, vlag. Ja, moet je niet een keer stil zijn? Nee, ik was verlegen. Nee. Je zei, hij is al... Nou, net was hij aan de lul altijd, hè? Ja, net was hij zelf aan het vlaggen. Ja, hè? Mooi. Ja, nu denk ik, kut, nu wordt er met mij gevlagd. Ik doe even een shout-out naar Boef. Ja mensen, het is zaterdag. We gaan straks naar Emmen toe. De degradatieduel, of niet Tim? Tuurlijk. Hè? Nummer 12 tegen de nummer? Laatst. 11. De jongens staan klaar, we pakken dadelijk spullen en dan gaan we er vandoor. Ossie Kalleman! Yo! Ja, degradatieduel. We moeten winnen. We hebben, staan 12e, 11 punten. Emmen nummer 11 met 13 punten. Dus ik denk als we deze verliezen vandaag, dan is het afgelopen. Nee, Tim. Jawel. Denk je, heb je gevoel? Ja, wij gaan 3 verliezen. Oh man. Wat we verliezen? Ja. Natuurlijk niet. Dat dacht ik Damien, hè? Ja, en mijn tas moet er ook nog bij. Van de touwen ben ik niet te houden. Ik was zo van mij, dus ik kan niet meer. Adje is geconcentreerd, Angry Birds. Ik kan me houden, maar ze kan niet bouwen. Ik kan liever Sunny dan een vakker. Wat kan jij? Focus. Ik heb vaak mijn lastig van zijn straat. Ik zoek uit die bouw. Ik zoek uit die bouw. Ik heb hem focus. Ja, we zijn aangekomen bij Emmen. Ja, wij gaan niet in het stadion spelen. Stadion van SV Emmen, wij moeten straks die kant op. Isabi is er natuurlijk ook weer bij. Maar afgelopen jaar is winnen. Doe maar jongens, winnen. Winnen. Ik heb vandaag vertrouwen in Reer. Vandaag vertrouwen in jou, man. Nu kan er niet zo vertrouwen hebben. Altijd, nee. Ik heb altijd vertrouwen in jou, hè. Je bent alweer 2 jaar lang meer aanvoerder, hè, vriend. Of niet? Oké, jongen. Lange gaat ons vandaag redden, hè. Lange gaat die punten pakken vandaag. Mika is er sterk achterin. Brian, goaltje. Ja, Mart, lenzen in. Oké, jongen. Ik heb extra lenzen. Extra klasse, jongen. Donnie ook klaar voor. Oké, jongen. Brammetje, wat doen we uit de draai? En dan? Klasse, jongen. Hassan, moet ik wel even vertellen. Hassan is al weken in vorm, traint echt lekker.
Vorige week geblesseerd en vandaag basis nummer 10, hè? Ja. Succes, jongen. Deze jongen speelt eigenlijk al een tijd een beetje onder zijn niveau, hè? Terwijl hij sterk, snel, goed schot. Je hebt een paar scoren vandaag, jongen. Trouw hier, jongen. Oké, jongen. Beetje motiveren die knapen. Moeten winnen. Niet hem. Ik had de bespreking gedaan, even wat motiverende woorden. En even hoe we tactisch gaan spelen. En dan gaan we dadelijk beginnen met de warming-up. Ja, wij spelen dus tegen FCM en tegen deze boys. Maar ja, nu zit ik met de trainer van M. Ik weet niet hoe heet je eigenlijk. Erik. Met Erik. Ja, Erik, wat was het vandaag? Nummer 12 tegen nummer 11, hè? Ja, nummer 11 wint, denk ik. Dat denk ik niet. Maar, ja, mooi balen, hè? Zo onderin. Ja, voor allebei, denk ik. Ja, ja. Zeker niet. Ja, ja, ja. Dus ik denk... dat voor beide ploegen vandaag belangrijk is om te winnen. En degene die vandaag verliezen, die nog vandaag lastig verliest, wat een lastig verhaal. Ja. We zullen het zien. Ik wens je heel veel succes, Erik. Hey, dankjewel. Yo. We zijn aan het wachten in de kleedkamer tot de scheids ons ophaalt. De jongens zitten rustig en gefocust. Zijn mee. Jongens, achterin spelen altijd. Kijk maar mee, hè. Best wel. Kijk. Donnie. Hele belangrijke pot. Degradatieduel. Dat we daarin moesten belanden. Zouden belanden. Tribunes zitten vol. Ik ben al uit zo'n... Succes, jongens. Succes, trainer. Meneer en mevrouw Hagemeij zijn er ook. Het is rust en we zitten in de kleedkamer. Oh, zit bijna op Tim. We staan met 1-0 voor en ja, gaat best goed eigenlijk. Tegenstander nog geen kans eigenlijk, hè. Tegenstander nog niet één kans gehad. Nou, wij drie goede en een paar afstandsschoten. Maar goed, ik ben ervan overtuigd dat de tweede helft nog 1 of 2 bij schieten. Voerkan schudt neer. Waarom niet, Fouke? Je gaat ook scoren, of niet? Ja. Oké, dan, jongen. Kijk, twee boys op bezoek. Ja. Eraan en Ashken. Hij wil zogenaamd in één keer niet op de vlog. Hoe kan dat? Hij is hier voor Emmen. We zijn voor jou. Betalen? Hey, ik ken alle talen, behalve... Man, hey. Ja, jongen. Ja, jij ook, Eshwan. Eindelijk drie punten. De lijn niet zo vrolijk geweest. 3-0, gewonnen. Ja, ja, je ziet aan de jongens, ze zijn helemaal vrolijk allemaal, hè. Dat krijg je dan. Normaal draag de titel met me. Mijn vrouw is rechts, soms moet ik hem met iets mengen. Kan ik me niet eens mengen. We gaan nu uit Emmen terug naar Enschede. Zo. Neem iets op, hè? Yo, het is weer maandag. We hebben straks een oefenwedstrijd tegen Victoria. Nou, we zijn nu onderweg naartoe. Ik ben niet alleen trainer, maar tegenwoordig ook taxichauffeur. Ik heb deze drie boys opgehaald. Nou ja, na een overwinning doe ik dat met alle liefde. En je merkt gelijk ook dat de sfeer na zo'n winst er lekker in zit, hè? Heerlijk, heerlijk. Ja, dat vinden jullie wel lekker, hè, Timmy? Ja, dat is niet goed, man. Zet die camera zitten. Dat is niet goed, man. En Ryan zit ook achterin, maar die is een beetje verstopt. En ze zijn natuurlijk weer Boef aan het luisteren. Verrassend. Hele dag Boef. Pak een kwijtpad die ik bewandel net de straat waar we maken. Sloeg je, hè? Pak hem, pak hem. Jongens, dat is 20 euro alsjeblieft. Hoe hij doet 20 euro van jou? Wat een weilo, kerel. Jouw zakken zijn vol, man. Jouw zakken zijn vol. Weilo, 20 euro. Kijk, deze Luca heeft echt wel geld, man. Jij mag voelen van mij. Hij mag wel dat ze zakken vol zijn. Ik wil dat we vol waren. We zijn aangekomen bij Victoria. Kijken of de rest van de boys er ook zijn. En ik zie jullie straks weer. Wat zeggen we dan? Ciao. Ja, aangekomen bij... Victoria in Enschede. Hey, altijd de bal. Als ze een bal zien, worden ze helemaal gek. Laat ze pas skills zien, een reetje. Pats, pats. Echt slecht weer, een beetje motregen, maar goed, even een oefenwedstrijdje. Is altijd, altijd lekker. Vooral voor de jongens die niet zoveel spelen. Die kun je vandaag lekker laten spelen. En dan kun je weer een aantal dingen uitproberen. Ja, de jongens zijn lekker vrolijk, hè? Wat een overwinning afgelopen zaterdag al niet om het. Wij gaan. Ja, ga je! Ga je! Jongens, ik sta wissel. Ja, beter ook voor het spel. Hij zegt dan. Gewoon die bozel. Hij gooit gewoon die oog. Maar jullie weten nog afgesproken dat ik altijd baas sta, jongens en meisjes. Ik sta altijd baas. Ik sta altijd baas. Echt slecht. Trainer, wie staat er altijd baas? Jij normaal niet. Goed, de tweede helft is begonnen, staat 1-1. Ja, gaat redelijk gelijk op.
We zijn iets beter. We hebben vier goede kansen gehad en de tegenpartij tweede dus gaat lekker. De tweede helft is net begonnen. Ja, ja. Volgend jaar transfer, waar ga je heen? Hoe weet je nog niet? Zeg even dan. Weet ik nog niet. Sportclub Enschede, jongens onder 19, hè? En je hoeft geen linksback. Nee. Hey, je hoeft niet te schaam met jouw trainer, Keetje, ik ga gewoon zeggen. Ik wist nog niet zeker. Nee, oké, lekker gespeeld vandaag. Ja, de wedstrijd zit op 2-2 geworden. Nou ja, leuke oefenwedstrijd gaat. De jongens weer wat bijgeleerd en woensdag gaan we weer lekker trainen. Andere.